Het inheemse platform ESAF, de Amazonepartij Suriname en platform Cities Renang hebben afgelopen zaterdag een paneldiscussie gehouden over inheemse grondenrechten. Dit in verband met de Dag der Inheemsen op 9 augustus. Op 25 november 2015 gaf het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten Suriname de opdracht om binnen 3 jaar de grondenrechten van de inheemse volkeren bij wet te regelen. Na 2 jaren heeft de regering echter nog steeds niet gewerkt aan de uitvoering van het vonnis. Er is wel een wetsontwerp aangekondigd om alvast bepaalde zaken vast te leggen. Echter hebben het inheems platform, de Amazonepartij Suriname en Cities Renang kritiek op de gang van zaken. Zo vindt deze samenwerkende groep dat de samenleving nauw betrokken moet worden in het zoeken naar een definitieve oplossing. De paneldiscussie van afgelopen zaterdag stond in het teken van de politiek-bestuurlijke gevolgen van het Lokono en Kalinia vonnis. Dit vonnis heeft te maken met de historische, politieke en juridische fundamenten van Suriname. De 3 inleiders Audrey Christiaan, René Artist en Wim Bakker stelden 400 jaar kolonialisme en 40 jaar postkoloniale politiek aan de kaak. Heden ten dagen worden nog bijna steeds geconfronteerd met het onrecht en worden wij bedreigd door invasies en verlies van onze voorouderlijke gebieden. De Kalinia en de Konnevonnis en de uitspraak plaatsen mij gedeeld in de eerste stappen voor het rechtvaardigen van het historisch onrecht dat ons vanaf Domingo de Vera ons grondgebied in bezit nam voor Spanje. Wij noemen het dus geheel terecht self-reparations. Dat wil dus zeggen dat de staat die op dat moment aanzit moet beginnen om de reparaties, de schade die er is aangericht, te herstellen. We weten dat ook omdat geen betrokkenheid van de samenleving. Mensen worden niet bij betrokken. Waarom zijn we hier? Waarom zijn we vandaag door organisaties? Waar praten we over? Omdat we ook, we willen meer weten, we willen over praten, we willen meedoen, meedenken. Maar er is geen informatie, er is geen communicatie, geen betrokkenheid, er wordt niet gecommuniceerd. We hebben nog 18 maanden te gaan. We hebben onze grote twijfels als in de resterende 18 maanden inderdaad het vonnis wordt uitgevoerd. Kortom, de ABS stelt van er zal met z'n veel slagvaardiger moeten werken. Men zal duidelijk moeten zijn waar men mee bezig is, men moet transparant beter zijn. Er is een verklaring aanstaande maandag, wat houdt die verklaring in? Wie heeft die verklaring opgesteld? Hoe zijn de zaken geschied? Achterin volgen de voorzitters van het inheemse platform en de Amazonepartij Audrey Christiaan en René Artist. Ook de voorzitter van het platform Cities Renang, Wim Bakker, gaf zijn inzichten over dit thema. Wij staan achter de grondrechten van de inheemse, omdat deze grondrechten issue raakt aan 400 jaar kolonialisme en 40 jaar postkoloniale politiek. En wij zijn voor elke initiatief dat kapitaal weghaalt uit de grip van de politieke elite en brengt in de handen van anderen, de hermos, zal ik maar zeggen. Oké, daarom staan wij hier. Dat is de uitdaging van Cities Renang en waarom wij hier zijn. Wim Bakker, voorzitter van het platform Cities Renang. Afgelopen zaterdag in Theater Uniek had hij het dus over de inheemse grondenrechten.